Overal in Nederland worden Koninginnedag-festiviteiten afgelast, maar hier in New York gaan meer dan 100 mensen in vrolijk oranje fietsen. Ter gelegenheid van het feit dat 400 jaar geleden Nederlanders deze stad hebben gesticht. Het startsein wordt gegeven door staatssecretaris Timmermans. De organisatoren zeggen dat de tocht geen echt Koninginnedag-evenement is. Het gaat om een gezamenlijke viering met de gemeente New York. Deze fietstocht is georganiseerd door het consulaat, onderdeel van de Nederlandse staat. Waarom gaat dit door? Dit gaat door omdat ik vind dat in die 400 jaar Amerikanen en Nederlanders hebben bewezen in goede en in kwaaie tijden naast elkaar te staan. En ik vind dit een symbool van de Nederlands-Amerikaanse vriendschap. En zo'n symbool laten we niet verstoren door een gek. De oranje fietsen zijn gedoneerd door een Nederlandse fietsbouwer. Tijdens het New York 400 jaar worden ze rond evenementen ingezet. Daarna gaat een liefdadigheidsorganisatie er jongeren mee leren fietsen. De deelnemers vinden het vandaag geen makkie. Geweldig, maar die heuveltjes vielen wel een beetje heel erg tegen. Ik ben toch wel een verwoed fietser, maar dat viel wel een beetje tegen. Maar dan, tijdens de picknick in het park, komt er een gewijzigd bericht uit Den Haag. Alle activiteiten in het buitenland moeten worden stopgezet. Dus vanavond ook geen ambassadeborrel, zoals gebruikelijk is op 30 april. Rick Mouton, RTL Nieuws, New York.